En het ministerie van Openbare Werken heeft vanmorgen een herstelde kalkenzuiger in gebruik genomen. De zuiger is hersteld in samenwerking met de stichting Beter Wonen Morgenstond. Volgens VAP-parlementariër Kishan Ramsukul moeten burgers vaker dit soort initiatieven nemen in plaats van te wachten op de overheid. Het DNA-lid is trots op de bewoners van Morgenstond voor het herstellen van de kalkenzuiger. Dus dit is vandaag een heel mooi moment. Ik ben echt blij dat de buurtbewoners zo'n initiatief hebben genomen. Er zijn ook meerdere zaken, de bermen. Vooral als u kijkt naar leegstaande percelen, die er heel veel nog zijn. Dat vormt mensen die een huis hebben onderhouden nog hier in Morgenstond. Maar die leegstaande percelen zijn echt een probleem. Minister, als u straks langs rijdt, kunt u dat ook zien. De hoeken op hoeken, de Kristalstraat, je kan bijna niet lopen daar, er zijn heel veel voetgangers. Wanneer je langs gaat, moeten ze helemaal in het gras schuiven. Dus ook aandacht daarvoor. Maar ik zie dat de RL-leden ook hier aanwezig zijn. Ze zijn misschien niet op de lijst geplaatst om te praten, maar misschien namens hun. Kan ik zeggen dat aanstaande dinsdag de hoorzitting is van Blauwgrond. OW-minister Riyad Nur Mohammed zegt dat een paar weken terug in het district Nikeri het startsein is gegeven voor het landelijk aanpakken van het ontwateringsprobleem. Nikeri beginnen we met een van de meest belangrijkste ontwateringsvraagstukken. We hebben Saramaka, voor mij zijn ze al bezig daar. Ook een van de grote problemen die we oplossen. En je hebt het gehoord in Noord. Ik kon ook in Zuid zijn begonnen. Maar we weten dat de meeste klachten op dit moment, de afgelopen weken, misschien jaren, van Noord komen. Dus daarom hebben we gezegd, laten we voorkeur geven om in het noorden te starten en zo gaan we terug. Met het beperkt budget houdt rekening daarmee en leningsovereenkomsten die we hebben. Je hebt gezien dat bij ACP men nu na maanden het werk weer oppakt. Waarvoor moet ik kiezen? Toch? Wil je naar EHBO of naar AZP en onder 1 meter water gaan of moet ik hier kiezen? Dit zijn de vraagstukken waarmee we zitten. Het is niet makkelijk om een keuze te maken vanwege de begroting. En daarvoor zijn RR'ers en DNA-leden om ook keuzes te helpen maken. Van wat gaan we doen, wat gaan we doen. En het is pijnlijk. Het is soms pijnlijk inderdaad. Om die keuze te maken. Maar feit is, u heeft het gehoord, buurtvereniging, mensen van de buurt, dat in dit gebied een aantal grote werken zullen plaatsvinden. Minister Riyad Nur Mohammed, verder is er een leenovereenkomst getekend tussen het ministerie van Openbare Werken en de stichting Beter Wonen Morgenstond.